IBM's zijn. Hoewel, en dat heeft de burgemeester net voortreffelijk gezegd, onder woorden gebracht, het zijn er een tijd wel. Het feit dat we hier niet volledig met alle leden van de raad kunnen zitten, dat de tribune niet gewoon open kan zijn, dat ondanks het feit dat ik een enkeling op straat staat, echt onnatuurlijk stil is, dat doet ons pijn. We weten wel, de minister-president heeft net gesproken, dat we op de goede weg zijn, in de zin dat we hopen dat we de stappen terug naar de situatie voor de crisis aan het vinden zijn. Maar we weten ook dat we heel voorzichtig moeten zijn. Dat we elke crisis moeten proberen en dat we ook rekening mee moeten houden dat het een terugslag kan. Er nog een tweede golf, op wie zal dat zeggen? Dat hebben ze de tijd van Q-koorts, dat was de Q van een groot vraagteken. Nou, er zijn ook nog heel veel vraagtekens. Bij dit virus. En het verrast ons nog elke keer. We zullen dan veel vragen worden beantwoord in de toekomst. En ik denk dat het vooral goed is om ons medeleven te betuigen, ook naar het plein met al die mensen die er slachtoffer van geworden zijn. Dat zijn een aantal mensen die zijn overleden, hun families. Het is veel verdriet, in heel Brabant, in heel Nederland, in heel de wereld. En dat zou je maar gebeuren, dat je een dierbare verliest, zo ontijdig op zo'n manier. En we weten dat er ook een crisis na de crisis en een crisis in de crisis is. Dat zoveel mensen nu moeten geven voor banenondernemers die prachtig opgebouwde bedrijven ineens onder hun ogen zien verkruimen. Dat is ook pijn, dat is ook verdriet. We hopen maar dat we met elkaar de balans kunnen vinden om er op een goede manier doorheen te gaan komen. In ieder geval weten we dat op het moment dat u per 1 februari 2021 gaat vieren, dat u 1300 jaar bestaat. Dat er een heel belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Deurne bijgeschreven is. En ook is dat de datum dat u burgemeester een eind maakt aan zijn decade van het burgemeesterschap in uw gemeente. En dat is de reden waarom we hier vanavond bijeen zijn. Met veel waardering hebben we kennis genomen van zijn besluit. Prima burgemeester die vertrekt, maar die ook ziet dat het op een gegeven ogenblik mooi is om het weer over te dragen. Speelt leeftijd, timing, momentum, alles speelt wel mee. Het is mooi om te zien dat u daar met elkaar in geslaagd bent om niet alleen dat moment met elkaar, toen de burgemeester dat bekendgemaakt had, te accepteren. En dat ook daarna heel snel u met elkaar een nieuwe profielschets heeft weten vast te stellen om de opvolging in gang te zetten. Ook op een zodanige manier dat het gemeentebestuur zijn continuïteit kan kennen. Want dat is denk ik heel belangrijk. Ik noem al die 1300 jaar, daar gaat u ongetwijfeld een mooi feestje van maken tegen die tijd. En ik hoop echt dat we dan ook weer met 1300 mensen minimaal bij elkaar kunnen komen. Dat het echt een feestelijke bijeenkomst kan zijn, want ik heb het ook in mijn toespraak een paar weken geleden gezegd. Deze crisis raakt Brabant natuurlijk diep in de kern van wie wij willen zijn. We willen samenwerken, we willen samen feesten, we willen samenkomen. En dat dat nu zo gemankeerd kan, dat raakt ons sociaal, spiritueel, economisch, het raakt ons enorm. Ik hoop echt dat het, wat dat betreft, voor al die inwoners in Deurne, Liesel, Vlieren, meneer Kanten en in Aveen, perspectief biedt. En ik kom er natuurlijk ook niet, ontkom er niet aan om iets over de brand te zeggen. Ik was er een paar dagen nadien, nog in de commandopost, samen met de burgemeester en de officier van dienst en alle mensen die heel hard hebben gewerkt. We waren er met een doos worstelbroodjes voor de brandweermannen van heel Nederland hier gekomen om te zorgen dat die vreselijke brand kon worden bestreden. Dat is dan niet zo makkelijk. Veen branden, het woord zegt het al, in de spreekwoordelijke taal, is een heel lastig soort, een ingewikkeld soort van brand. Gelukkig is het zo gegaan dat er geen persoonlijke slachtoffers zijn geworden. Ik hoorde de burgemeester terecht zeggen, veel waardering voor al die mensen die soms midden in de nacht te horen kregen dat er geëvacueerd moest worden met gevaar voor hun leven. Dat zijn ook een soort besluiten dat je als burgemeester niet makkelijk neemt, maar als het nodig is, staat een burgemeester er wel voor om dan eenzaam, maar duidelijk en beslissend besluiten te nemen als het nodig is. Samen met al die collega's in de veiligheidsregio die opgetrommeld waren om te helpen. Ook over die ramp zijn veel vragen te stellen. Er is afgelopen jaar veel geïnvesteerd, zowel in natuurontwikkeling, maar ook in hoe voorkomen we nu dat als het brand dat het zo groot wordt. Nou, de burgemeester had al aangegeven, daar gaan we naar kijken, want van alle crisis kunnen we op zijn minst onder andere één ding afspreken, dat we er zo goed mogelijk van leren voor de volgende keer, omdat we ook daarbij weten en dat zaken ons kunnen verrassen en nooit helemaal hetzelfde zijn. Maar ik ben er
Dus de Nederlandse Zaken speelt een rol. Ik mag een rol spelen en u als raad, de vertrouwenscommissie, ook. En ik zal straks dus ook even wat preciezer aangeven. Voor degenen die misschien nog niet precies weten hoe dat werkt, hoe die procedure in elkaar zit. Ik zal het niet al te lang maken, maar het is wel goed om aan het publiek wat dingen over te zeggen. En dan eindig ik met een paar kleine opmerkingen, maar ik begin met een reactie op de profielschets. En deze vergadering, de notulen van deze vergadering, maakt onderdeel uit van het materiaal dat kandidaten krijgen. Zoals dat hier gezegd wordt, eventuele reacties. Als je zegt, maar professor, u had dat toch niet helemaal goed begrepen wat er stond. Dan hoor ik dat graag en maakt dat deel uit van de beraadslagingen. Die gevoerd worden, genotuleerd worden. En de kandidaten, zelfs de aspirantkandidaten, die krijgen de notulen van deze vergadering, zodat ze precies kunnen lezen. Bijvoorbeeld wat meneer Dankers net zei over het belang dat u hecht aan iemand die met uw raad op zoek gaat naar nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers bij besluitvorming. Dat is geen nieuwe vraag, dat is een eeuwenoude vraag al. Maar elk tijdsgevricht geeft nieuwe mogelijkheden en nieuwe ambities om die vraag opnieuw te stellen. Omdat die democratie, die wij vieren 75 jaar dit jaar, dat is niet iets wat we als een soort van zelfsprekend bezit kunnen koesteren. Dat blijft niet vanzelf, dat moet voor gewerkt worden, dat moet weer geïnvesteerd worden. En het moet beschermd worden, maar zoals we vaak zeggen tegen elkaar, je kunt iets pas goed beschermen door ook te zien dat het soms dan ontwikkeld moet worden. Beschermen is niet hetzelfde als conserveren. En die ontwikkelingsgerichte houding, die past natuurlijk bij de PIL. Als geen ander, als het ergens ontwikkeld is, letterlijk, volgend jaar, 100 jaar geleden, hier en daar in de buurt, dan is het die PIL. Het is mooi om te zien dat de koning onlangs dat ook erkend heeft in een mooi gesprek, corona-wise Zoom, of zoiets was het, waar die koning ook liet zien, die koning liet zien, dat hij zeer geëngageerd is geïnteresseerd is hoe het met die PO gaat, als gebied, als samenleving, maar ook als uniek natuurgebied. En het is mooi om te zien dat die belangstelling er dan is op dat moment. Goed, de profielschets. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik heel kort en krachtig kan zijn. Die is mooi uitgegeven, complimenten daarvoor. Dat zegt iets toch wel meteen. En je kunt natuurlijk zeggen, nou, we printen een paar velletjes uit, maar er is over nagedacht, mooie foto's, mooi vormgegeven. De tekst leest vlot, is goed toegankelijk geschreven en dat geeft aan dat u er zorg en aandacht aan gegeven heeft. En dat is een allereerste compliment, want dat zegt wel iets over hoe ik uw raad ook ken als een raad die zorg en aandacht wil geven aan die functie van burgemeester, aan uw gemeente en de manier hoe u hier samenwerkt. Ik denk dat de kenschets van een gemeente die een gevarieerd lopend gebied kent met goede voorzieningen en ambitie heeft om ook voor de komende decennia daar weer nieuwe stappen in te zetten. In een mooie combinatie van natuurbehoud, omgevingskwaliteit, ook ondernemerschap dat ze kansen moeten krijgen. Uiteraard in een sleutel van verduurzaming die in onze hele samenleving natuurlijk voortdurend aandacht vraagt de komende decennia. Ook als nieuwe opdracht, ook als nieuw verdienmodel, nieuwe economische mogelijkheden. Dat zegt u allemaal uitstekend. En dat u dan de burgemeester zoekt die daarin vanuit het burgemeesterschap een duidelijke rol wil spelen, vanuit een standvastige, zichtbare rol die boegbeeld wil zijn, bestuurlijk sensitief is, vanuit de rol dat je als burgemeester natuurlijk weet dat het de raad is, het college die in termen van politieke zin richting geeft aan wat er moet gebeuren. De burgemeester dat proces mag dienen, dat democratische proces mag dienen, mag faciliteren. Als het niet goed gaat, heeft de burgemeester wel degelijk de rol om actief en proactief daarin ook een rol te spelen. En daarnaast, dat heeft ook duidelijk in beeld gebracht, heeft die burgemeester een aantal eigenstandige taken. Maar goed, die motivator, die ambitie, elke dag weer het vernieuwende, dat geeft wel, en dat is mooi als een profielschets, klankkleur. Dat is het niet alleen een vage schets, dat is het een profielschets. Een schets die profileert. Niet iedereen kan hier burgemeester worden. U heeft duidelijke opvattingen over een aantal belangrijke elementen binnen de basiscompetenties die u natuurlijk allemaal noemt. Daar niet over uit te breiden, dat is heel duidelijk. Dus u heeft duidelijk een kleur gegeven aan die schets. Daarvoor dank, want dat helpt bij de rol die we allemaal nu moeten gaan spelen. Wat ik ook enorm waardeer is dat u de regionale rol, de burgemeester is natuurlijk primair burgemeester van zijn of haar gemeente, maar zo'n gemeente is in toenemende mate ingebed, ingeweven in de regionale.
regionaal verband. Ik noemde de PLO, wat grotere Zuidoost-Brabant, Brainport, dat is hier nooit ver weg. En ik verwacht ook zelf van de burgemeesters in onze Brabantse gemeente dat ze zeer actief, dat zwarte koos ook van uw raden, van colleges, en dat we actief regionaal optrekken. De regio is een werkwoord en elke keer is er al iets nieuws wat onze bestuurlijke hand te doen vindt daar om ook samen weer die regio verder te brengen. En onderschat niet het belang van dat soort samenwerking. Er zijn geen absolute waarheden over gemeentegrootte. Elke gemeente, zelfs Amsterdam, heeft samenwerkingsverbanden. Dus we weten gewoon dat je moet investeren ook als raad en dat ook durven te doen. Dat je dingen als het ware samen doet. En dat vraagt gewoon om bestuurlijke moed soms, om wat los te laten. Omdat je weet dat als je dat doet, je ook wat voor terugkrijgt wat je niet gekregen had als je dat niet gedaan had. Het is altijd een beetje een balans waar je als raad natuurlijk ook heel duidelijk je democratische rol moet blijven spelen. Dat u wel vanuit uw verantwoordelijkheid een scherp zicht heeft op de regionaal gebeurt. Maar de burgemeester is natuurlijk als eerste bestuurlijk boegbeeld van de gemeente daar bijzonder besteld om dat aan te moedigen. Omdat er belichaming van te zijn, ook in de portefeuilles die er zijn. En dan heb ik echt niet alleen over het veiligheid van mij een actieve rol te spelen. Ik zei het al, de burgemeester heeft naast die rollen een duidelijk eigen profiel op de openbare orde en veiligheid en de crisisbeheersing aan. Dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen als je ziet hoe uw burgemeester op een betreffende manier heeft geacteerd in die crisis. Voortdurend in goed overleg met alle partijen die er dan ook mee toe doen. Maar wel duidelijk richtinggevend en sturend en bemoedigend en ook troostend en besluitend aanwezig te zijn in zo'n ingewikkelde situatie. En ik geef het u te doen, want achteraf is het altijd makkelijk om daarop terug te kijken. Wat gaan we doen vanuit de crisis dat we leren. Ik heb zelf gezien hoe proactief en alert uw burgemeester daarin heeft gehandeld. En ik wil hem daar een groot compliment voor maken. En dat wil ik ook doen via hem aan al die mensen die ik daar op die middag zag. De gasthof hier op bezoek was, die honderden broodgeven, mannen en vrouwen en al die mensen die in de verbindingsdiensten hard gewerkt hebben en ook in de waterschappen Stadsbosbeheer. Als ik mensen ga noemen, ga ik mensen vergeten, maar ik heb gezien dat het enorm met veel overgave en keihard gewerkt is om zoveel mogelijk te beschermen en de brand te bekweken. Maar dat is maar één gezicht van die openbare orde en veiligheidsportefeuille. Dan zijn natuurlijk wat meer onzichtbare taken. De strijd tegen de ondermijning. Zorgen dat de burgemeester met de politie en justitie goed weet wat er in de gemeente speelt. We lezen ook deze dagen weer dat criminele organisaties soms wel de winnaar lijken te zijn in een crisis en met veel geld toeslaan om ondernemers die even twijfelen en het moeilijk hebben aan de verkeerde kant van de streep te trekken. We zien gewoon dat het gebeurt. Daar moeten we buitengewoon waakzaam zijn. En de burgemeester is dus in die zin ook de verzinnenbeelding, niet alleen voor de democratie, als eerste burger en voorzitter van uw raad, maar is ook de hoeder van de rechtsstaat. Mag staan voor een eerlijke toepassing van regels en wetten en bewaken dat het bewustzijn daarvoor stevig ontwikkeld blijft. In dat verband één opmerking over uw buitengewoon gewaardeerde raadpleging van uw bevolking. Een enquête is een enquête, maar mij viel één uitkomst op. Dat 50%, misschien zelfs net iets meer van uw bevolking geantwoord heeft, dat ze verwachten niet de strenge handhaven van de regels, gelukkig dat ook een aantal mensen, een groot aantal mensen, maar soepel met regels omgaan. Aan de bewoners die dat zo achterloos hebben ingevuld, zou ik willen vragen, vindt u ook dat de burgemeester soepel met de regels omgaat als uw belang geschaad wordt? Als de overheid besluit een weg aan te leggen door uw tuin. Als de overheid niet handhaaft als u last heeft van iemand die zich niet aan de regels houdt. Lijkt me merkwaardig dat u dan een pleidooi bent van de burgemeester die soepel de regels toepast. Nee, ik zou zeggen, de burgemeester moet prudent zijn natuurlijk. Een regel moet verstandig worden toegepast. En soms weten we leidt het hoogste recht tot het grootste onrecht. Als je regels blind en dom toepast. Als ik soepel zo mag lezen, zijn we het eens. Maar niet de burgemeester die wegkijkt, als er niet weggekeken mag worden. Niet de burgemeester die mijt om lastige zaken op de tafel te leggen, als het moet in alle openbaarheid. Dat viel me wel op bij die enquête. En uw burgemeester
ken ik als iemand die ook in die stijl en in die lijn meegaat. En ik hoop dat u dat ook van de opvolger verwacht. En als ik het zo mag begrijpen, de uitslag van die enquête, dan kunnen we met elkaar leven. Want dan snap ik ook dat u elders in die profielschets heeft gezegd, standvastigheid graag. Een rechte rug, het gaat om burgemeester. Het gaat niet om de persoon, het gaat om het ambt. Dat is iemand die mag staan voor de regels die hier in deze zaal door u democratisch worden vastgesteld. En die deel uit.